Door hard werken en sparen hebben de Hindoestaanse contractarbeiders het zover kunnen schoppen. Maar daarnaast hadden zij nog hun cultuur en religie waaraan zij konden vasthouden. Dit heeft een grote rol gespeeld in de successen die deze groep heeft weten te boeken. Dit haalde Nisar Makdumbaks gisteravond aan tijdens een boekpresentatie in het Nationaal Archief. Hij schreef het boek Lutschman en Hindoestaanse Godfathers in Suriname, Kentrakis van kasplantjes tot invloedrijke politici. Makdumbak zegt dat ganja, welk vroeger als genotsmiddel werd gebruikt, ook heeft bijgedragen aan de welvaart van delen van de groep. Ganja werd reeds gebruikt in India. De contractarbeiders hadden cultuur en religie, dat was de power. En daarom zijn ze zo ver. De anderen hadden dat niet. Dus dan krijg je andere verschijnselen, maar oké, dat is een andere discussie. Gebruik is gebleven en men had het nodig. De gouverneur liet het verkopen. Je hebt mensen die vergunningen hadden om het te verkopen. Je had ook groot- en kleinhandelaren en die ook opium verkochten. En in 1908 kwam er een verbod, 1912 ook. En jaren daarna weer. Maar dat was zeer lucratief, dat verbod. Want daardoor kon je het smokkelen, verkopen en meer aan verdienen. En heel veel van die lui hebben zich kunnen verrijken. In ganja. En met ganja-opium kon je meer poen maken dan een zak rijst. Dus die mensen keken niet naar al die mensen die in wolvenbuttel zaten, et cetera, of die wegkwijnden. Geen man poen maken. En hetzelfde zie je nog steeds. Makdumbaks heeft in zijn boek met nieuwe aangehaalde bronnen een reconstructie gemaakt van de toename van de contractarbeiders en hun families op de sociaal-maatschappelijke ladder. In dit boek is de ontwikkeling van contractarbeider tot volwaardige burger onderzocht, zonder een reflectie op de eigen familie uit te sluiten.